De 37-jarige Rob Kems blijft maar negatief in het nieuws komen. De feestzanger besloot gisteren, na een reeks concerten in de Gelredoom om zijn relatiebreuk met Miriam Swinkels te bevestigen. Hij deed dat vlak na een story van Yvonne Koldeweijer, die opmerkte dat de twee elkaar hebben ontvolgd op Instagram. Yvonne stelt in diezelfde story dat Rob hem is gesmeerd met een minares. Nu wordt het nog sedder dan zet. Ik heb van een betrouwbare spion gehoord dat Rob het nu doet met zijn achtergronddanseres. Such a cliché. Of zij ook de reden is van de breuk, is mij niet bekend. Daar gaat Rob in zijn statement niet op in. Wel zegt hij: Wij willen even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn. We zijn uiteraard aan niemand verantwoording schuldig, maar wel is het zo dat we willen voorkomen dat er verhalen rondgaan die niet juist zijn. We zijn al heel ons leven beste vrienden, ruim 19 jaar en zullen dat ook blijven, roodhart. Er worden grappen over gemaakt, het schijnt dat de naam van zijn act is veranderd in rollenbollekes, maar er is ook woede. Er staan onder Rob's statement veel boze reacties van volgers die benadrukken dat hij een gezin met jonge kinderen achterlaat. Ik mag het misschien niet zeggen, maar de kleine is nog geen jaar oud, zegt Rika. Janni daarop onbegrijpelijk, hè, en maar baby's maken, om vervolgens kort daarna de handdoek in de ring te gooien. Op naar de volgende. En Esther, ze volgen elkaar ook plots niet meer op de socials, dus wellicht is het iets minder harmonieus dan hij nu doet voorkomen. Gelukkig krijgt Rob steun van de gebruikelijke BN'ers met hun hartjes denk aan het type Samantha Steenwijk, Wendy van Dijk en Bridget Maasland maar dat wekt bij volger Bente juist ergernis, iedereen kan wel zo zielig doen met die hartjes en zo, maar je had je L sterretje L gewoon niet in die achtergronddanseres moeten douwen. En Jolanda, er komt een dag dat je beseft dat je een diamant hebt ingeruild voor een kiezelsteen en dan ben je te laat. Hoop dat Miriam een echte diamant vindt zonder fratsen. Yvonne Koldewijer deelt de genadeklap uit. Oké. Okay, dit is uiterst merkwaardig. Ik snap dat hij dit ontkent naar de buitenwereld toe, maar welke man laat een klein babytje van acht maanden en een kleine peuter en zijn vrouw in de steek, omdat hij gewoon op een dag wakker wordt en denkt: he, he, niet zo'n zin meer in eigenlijk, ik ga ervan tussen, tjallas. Ze vervolgt in haar stories, dat kan toch niet? Nee, Rob, hier is meer gebeurd. Dit geloof ik niet, dat je zo kan zijn. Gewoon als beste vrienden uit elkaar gaan, random, terwijl je zo'n klein baby'tje thuis hebt? Nee, nee. I don't buy that shit. No.